naar de kapper geweest. Ik hoop dat jullie het zo'n beetje kunnen zien. Ja. Moet je er wel bij blijven, hè? Ja. Goedemiddag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer zaterdag 21 december. En lief om 13:25. Ik moet straks naar de kapper rijken en mag mee. Ja, en ik probeer jullie natuurlijk ook mee te nemen. Ja. Ik kreeg geen oorbel aan in, want Rijka die had dus gisterochtend in mijn oor gebeten. En dat vernam ik dus vannacht pas. Dat mijn oorknopjes eruit deden. Eentje zat, het was helemaal kapot. Ja, dus eventjes een dag niks erin. Ik heb spul erop gedaan en dan gaat het wel weer goed komen. Ja. Nee, jammer dan, pech gehad. Ja toch. Maar in ieder geval, ik ga even een bakje koffie nog doen. En dan gaan we die kant op. Althans, ik moet eerst even naar de gracht. Dat Rijka even de behoefte kwijt kan. En dan naar de kapper. Ja. Dus we zullen het beleven. Mijn masker gaat mee, de paarse. Dan kan dat gelijk ook weer bijgewerkt worden. En dan komt het allemaal. Dus ik zou zeggen, als ik mag vloggen, dan merken jullie dat. Mag ik het niet, merken jullie het ook. Ja, dus ik zou zeggen, tot later en genieten, hè. Geniet van alles wat je doet. Ik zou zeggen, tot straks. Ja, lieve vrienden, een hele goede middag weer. Ja, we zijn weer thuis. Hele middag aan de show geweest. Ja, samen met Rijka, heerlijk. Naar de kapper geweest. Ik hoop dat jullie het zo'n beetje kunnen zien. En ik hoop dat het netjes zit allemaal. Normaal heb ik de lok die kant op. Nou zit het ook die kant op. Er zit weer paars bij in. Ik ben er weer helemaal mee in mijn sas. Ik ben voor de kerst klaar. Normaal gesproken doe ik er ook altijd met de kerstdagen zelf glitter erin. En met oud en nieuw. Voor de kerstdagen niet en na het oud en nieuw natuurlijk ook niet meer. Het is enkel tijdens de feestdagen. Dus ja, eens even zien hoe en wat, want ik moet ook weg. Dus ja, ik heb mezelf ook een rugtas gegeven. Ik mocht daar dus niet vloggen, nee. Dus ja, helaas pindakaas. De ene keer wel, de andere keer niet. Het ligt eraan wie er dienst heeft. Wie er werkt op dat moment. Maar in ieder geval, een rugtas. Op mijn scootmobiel. Ik kan daar de cadeautjes in doen die ik mee moet nemen. Want ik heb anders geen ruimte, want Rijka zit op het vloertje. Nou ja, daar heb ik normaal een tas. Kan nou niet, nee, dan gaat het hem niet worden. Dus ja, die heb ik mezelf ook cadeau gedaan. En Ewen die zit op een heel vreemd plekje. Ja! Daar zit ze bijna nooit. Hé? Meisje. Nou ja, Rijka die is natuurlijk ook moe. Hè? Heel lang onderweg geweest, hè? Ja, is het plekje op vrouwtje gelegen, dat vrouwtje de haar moest wassen, hè? Ja, toen het vrouwtje de haar was, kon jij lekker over me heen leggen, hè? Ja, is zo moe, hè? Zo moetjes, hè? Ja, en koud, hè? Ja. Maar oké, ik heb ook wat voor haar gekocht. Ja, dat kan je er in het donker zien. Maar komt onder de kerstboom bij Karen en Roderick. Ja, helemaal leuk. Een hartje, er zit een lampje in. Dus leuk! Omdat je er in het donker niet kan zien, hè. Tenminste, moeilijk. Vooral ja, met stralontarp alles natuurlijk wel. Maar ben je even op een donker plekje en er is ook een straatje, dat is daar donker. Ik zie de amper. Ja, ze heeft echt zo'n schutkleur. Kijk, had ze er echt wit bij, witte vlekken, dan zie je dat nog eens. Maar ze heeft zo'n schutkleur. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, ik heb dan een hoop te doen. Ook dit moet aan de kant.
Dus ja, ik heb net koffie klaargemaakt. Ik ga eerst van een bakje koffie genieten. En ik heb nog twee kaarten te openen. Dus dat gaan we ook doen. En vanavond moet ik er nog eentje door de brievenbus gooien hierachter. Dus komt ook nog goed. En ik zou zeggen, geniet verder van je avond en namiddag. Even kijken hoe laat het is. Namiddag, het is 16:57. Dus geniet van je namiddag, smakelijk eten en tot vanavond. Hallo lieve vrienden, ja, daar zijn we weer. Ik ben druk aan het werk geweest en tijdens dat ik aan het werk was, begon Jan van Dam te appen. Toen Karin nog, toen werd er gebeld, was Jan van Dam. En toen werd er op mijn mobiel nog gebeld, dat was weer Karin. Dat, terwijl ik ze aan de telefoon had, ben ik gewoon verder aan het werk gegaan. De vaatwasser die draait. En voilà, glim, 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 alles opgeruimd ook hier. En alles glimt weer er tegenaan. Dus ja, ik ben er weer blij mee, het is weer netjes en schoon. Enkel, ja, ik heb daar even al twee eieren neergezet. Mijn koffiekopje staat daar, ik heb daar een bord staan. Ik ga eten maken. Eten is tot zover klaar. Ik moet het even opwarmen. Ik ga een eitje erbij bakken. Dus het komt helemaal goed. En ja, dan wordt het daar weer een beetje smerig. En ik heb weer een beetje afwas. Nou ja, dat blijf je toch houden. Ja, toch? Dat krijgen jullie ook. Ja. Het maakt niet uit hoor. Nee, nee. Dus we gaan verder. Ik zal Poes een beetje ook nog even eten geven. Want door die telefoontjes. Boel, hebben die ook nog verder geen eten gehad. Dus dat gaan we nou ook eventjes doen. Ik zou zeggen, tot later. Doei! Nou, Rijka die is moe van het spelen, geloof ik. Met, ze wou met Ewie spelen, maar die zegt van nee, bekijk het maar. Daar ben ik te oud voor, Rijka. Ewie! Hallo! Hallo! Griep jou. Hallo? Miauw. Ja? Moet je er wel bij blijven, hè? Ja? Ja, lieve vrienden, het is weer mooi geweest voor vandaag. Wij gaan er afsluiten en we zeggen jullie allemaal om wel te rusten. Met mooie dromen, ja, want Rijka die is bijna al aan het dromen. Ze heeft nog wel de oogjes open, maar toch. Ze wil liever ook gaan slapen. En die ook, Daro. Die gaat tegen dat kussentje aanhangen. Nou, dat moet kunnen. Dus ik zou zeggen, welterusten lieve vrienden. Geniet van jullie nachtrust. Morgen gezond op en een gezegende vierde Adventzondag. Sorry, mijn excuses. Even een foutje, maar weer rechtgezet. Het is dus de vierde Adventzondag, dus de vierde kaars mag je branden. En ja, woensdag is het dus de eerste kerstdag. Dus ja, dan is het weer gezellig en leuk en lekker bij elkaar zijn. En ik zou zeggen, geniet van alles met wat jullie doen gaan. Doei, doei! To thee.